Deelnemers, start vrij. Voor de laatste koers van de Topkip Gouden Zweepdag, dames en heren, de Durkheim Boco prijs. De deelnemers stellen ze op achter de auto. Nummer 1 Moneymaker ben jij nu met Finn Verkaik. Paarden voegen zich. Zo'n 200 meter voor het startpunt. 150 meter. 100 meter. 50 meter. 30 meter. Start gevallen. Start van de laatste koers van vandaag, dames en heren. Als laatste begint aan het karwei Madison Ver. Als snelste achter de vleugels van de auto vandaan is Michel Rotengatter met Melissa Boco. Melissa Boco is de eerste die het front opzoekt en heeft een lengtevoorsprong genomen op Kumano Fortuna. Dat zijn de eerste twee. In derde positie volgt dan Milo. En zo gaan we dan de bocht door. Achter Milo is aan de binnenzijde dan Moneymaker BR. En die wordt gevolgd door Mario Flevo. Dat zijn zo'n beetje de frontrankers waarbij ook Jeanne d'Arc zich in de voorste gelederen meldt. En we zijn voor de eerste maal in de rechte lijn voor de tribune. En het is daar dat Kumano Fortuna de leiding overneemt. Kumano Fortuna, Wim van der Mespel neemt een lengtevoorsprong. Melissa Boco op de tweede plaats. Daarachter volgt dan Milo aan de buitenzijde van Moneymaker BR. Met wat verder weg in het veld dan Mario Flevo. En achter deze paarden is het dan Kiekeboe. En achter Kiekeboe volgt aan de binnenkant Kiria Smart. Met daarachter dan het nummer 12 van Lotte Flevo met Jort. En achter Jort hebben we dan nog Jeanne d'Arc. En aan de staart van het veld ook nog de nummer 8 Madison Ver. Zo gaan we de Klingendaalbocht in op weg naar de overzijde van de baan. En Wim van der Mespel die zet het tempo. Met Kumano Fortuna, de Cornwall Hall-dochter, heeft een lengtevoorsprong op Melissa Boco. Dat zijn de eerste twee paarden als we de overzijde van de baan aansnijden. In derde positie volgt dan Milo. Vierde aan de binnenkant is Moneymaker BR. Met aan de buitenzijde daarvan Mario Flevo. Verder weg in het veld aan de binnenkant True Blue. En achter True Blue is het dan de nummer 10. En dat is Kiria Smart in de kleuren van Wim Koysman, gereden door Tom Kooijman. Daarachter is het dan eigenlijk de rest van het peloton dat eigenlijk wordt gesloten nog altijd door Madison Fair. De deelnemers zijn dan op weg naar einde overzijde, gaan de laatste bocht in. En bij het indraaien van de laatste bocht leidt nog altijd Kumano Fortuna. Kumano Fortuna naar de tweede plaats gaat Milo aan de buitenzijde. Aan de binnenkant volgt dan nog altijd Melissa Boco. Dat zijn de drie smaakmakers waarbij ook opgeteld mag worden. Mario Flevo nestelt zich in vierde stelling. Daarachter is het dan uitgeschakeld BR, die nummer 1 zijn galop maakt en wordt uitgeschakeld. Lotte Flevo die volgt daar uitgeschakeld weer achter. Uitgeschakeld nummer 12 galop. En ook de 12 Lotte Flevo maakt de galoppade, wordt uitgeschakeld en zijn in de finale fase. Kumano uitgeschakeld Fortuna nummer 10, nummer 10 en daarachter komt aan de buitenzijde Milo. Aan de binnenkant komt dan nog Melissa Boco naar voren. Het is nog altijd Kumano Fortuna die leidt. Kumano Fortuna leidt met een halve lengte voorsprong en die gaat winnen. Een lengte wordt het. Kumano Fortuna op de tweede plaats Milo, Melissa Boco. Daarachter zagen we dan ook nog True Blue en Mario Flevo. Thank you.